Hallo, ik ga jullie laten zien hoe je met een knit stitch een driehoek sjaal kan haken. We beginnen zo meteen aan deze punt en dan gaan we vervolgens meerdere. Eén zijde blijft het gelijk. Als je dan in het midden van de sjaal bent, dan ga je minderen op een gelijkmatige manier. Ik heb hiervoor de knit stitch gebruikt. Dat is een tunisch gehaakte steek en het geeft een hele mooie breistructuur aan de voorkant en aan de achterkant is het een soort ribbelsteek. Wat je ook ziet is dat deze heel erg soepel valt en dat komt doordat ik met een naald 10 gehaakt heb en de By Claire Soft Mix. En normaal gesproken zou deze voor de naald 5 tot 7 zijn, maar met een naald 10 geeft het dus een hele mooie luchtige structuur. Het begint met een ketting van 3 lossen. Je ziet ook dat het allemaal heel los wordt. Vervolgens ga je insteken in elk gat en je haalt de lus op de naald. Ik ben nu 3 op de naald. Nou, dit is ook het punt dat ik alweer ga wisselen met een andere kleur. Dus we pakken de volgende kleur erbij. Leg je hier overheen. En je haalt hem door, totdat je 1 lus op de naald hebt. Wat je nu gaat doen, is eigenlijk altijd met die taupekleur ga je meerdere. En die ivoorkleur, dat blijft steeds dezelfde aantal lussen op de naald. En dat gaat als volgt. Dus we gaan nu meerdere. En hiervoor steek je dus in hetzelfde gat als waar de lus op je naald vandaan komt. Dus je moet hier insteken. Dus je steekt in. Je haalt de draad op. Je hebt nu 2 lussen op je naald. Vervolgens zoek je de volgende opening op. Trek ook je haakwerk een beetje uit elkaar, dan kan je het allemaal beter zien. En je gaat dwars door die V heen. Ja. En dan komen we aan de zijkant. En dat is voor nu wel even een uitdaging om te zien of je er goed insteekt. Waar je in moet steken is dit gat, dus waar de kruising is van de beide kleuren. Dus daar steek je in, je haalt hem op en je hebt 4 steken op je naald. Dus je hebt eigenlijk 1 steek gemeerderd. Nu gaan we naar de andere toer weer. Even een goede draadje pakken. En die kan je gewoon omhoog halen, je hoeft verder niks af te hechten, dus dat is wel fijn. Die haal je door. Zodat je weer 1 lus op de naald hebt. Nou, we hadden net gezegd, met de taupekleur gaan we meerdere en de ivoorkleur houden we dezelfde aantal lussen op de naald. En dan zouden we aan het einde van de toer dus uit moeten komen op 4, net als de toer daarvoor. Dus wat je daar nu gaat doen is insteken in de steek naast deze lus. Dus je steekt hierin. En de volgende daarnaast. En we zitten weer aan die zijkant en dan gaan we door die kruising heen van die beide kleuren. Zo. Dus nu hebben we ook weer 4 lussen op de naald. Nou, we gaan weer over naar de taupe. Of de pebble zoals het tegenwoordig heet. Pakken hem op. Oh, het goede draadje pakken. Ja, pakken hem op. Nu is dit weer het moment om te gaan meerderen. Dus we gaan in diezelfde lus, dus waar de lus op je naald uitkomt, daar steken we weer in. En je haalt het garen op. En je hebt er 2 op je naald. Nou, vervolgens ga je door elk veetje weer heen, dwars doorheen. En zijn we weer aan die zijkant aangekomen en dan moet je dus weer die kruising opzoeken waar je ook dwars doorheen gaat. Ja, dus nu hebben we in plaats van 4 lussen, hebben we 5 lussen op de naald. Nou, vervolgens pak je weer die
andere draad op. Zo. En dit was de kleur waarbij we hetzelfde aantal lussen zouden behouden. Dus moeten we zo meteen ook weer uitkomen op 5. Ik zal hem even laten zien. Ja. Dus je gaat hier niet in, hè, want anders zou je gaan midden. Dus je moet in het volgende gat. Je steekt in. Zo. Kom je weer aan die zijkant. Waar je dus echt door die kruising heen moet. En zo ga je dus door totdat je de punt hebt bereikt. Ik heb het patroon van bij Claire gebruikt van de ton sur ton. En daarin stond dat je bij het breedste punt zo'n 47 steken op je naald moet hebben. Dus dat kan je met de knit stitch ook doen. En vanaf dat punt gaan we dus minderen. Dus dat zal ik je zo laten zien. Ik heb even een paar toertjes extra gehaakt. Dat het iets meer een idee krijgt van een driehoek zo meteen. Nou, ik wissel naar de toer met de pebble. En met deze toer gaan we dan ook minderen. Je ziet ook dat ik echt heel erg los haak. Hè? De lussen glijden heel makkelijk over de naald heen en dat... is echt wel nodig om zo'n lekker los effect te krijgen. Dus dit is de laatste doorhaling. Nou, we gaan dus nu minderen. En hiervoor sla je deze over. Dan ga je in dit gat. Ja, dus de V waar de lus uit komt, die laat je zo. De volgende V sla je over. En dan ga je hierin. Dus je maakt best wel een behoorlijke sprong. En dan haal je de lussen weer op. Met natuurlijk weer aan de zijkant opletten dat je door de goede kruising heen gaat voor een mooie afgewerkte zijrand. Nou, wisselen weer eventjes om. En met deze kleur behouden we dus het aantal steken. Dus dat gaan we niet minderen en we gaan gewoon in het volgende gat steken we door. Met weer aan de zijkant de laatste steek. Laat ik het nog een keer zien met andere kleur. Tik wat je hoort is van de kabel die eraan vast zit. Nou, dit is de laatste doorhaling. Vervolgens gaan we dus weer minderen en dan sla je deze over. Je gaat hierin. Met de laatste steek. En zo kun je doorgaan tot het einde. En dan wordt het uiteindelijk een hele mooie driehoek. Ik hoop dat het zo duidelijk is. En mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je ons altijd even mailen op info@techstudio.nl. En uiteraard kun je ook een keertje naar een van onze workshops komen, zodat je onder begeleiding zelfs zo'n mooie sjaal kunt haken. Heel veel plezier ermee. Dag!